Hey mensen, Thijs hier. We zijn er vandaag weer met Mark Brandwijk. Leuk dat je er weer bij wil zijn. En we gaan het vandaag hebben over die Maha P45. Een van de betere instappianos op de markt op het moment. Met goede reden. Lekker compact. Speelt als een echte piano. Gewogen toetsen, 88 uiteraard. Klinkt als een echte Yamaha piano. En opties en accessoires zijn uit te breiden zover je dat zelf zou willen. Dus dat is altijd heel erg leuk. Kleine side note. Op zich wel heel fijn, want de audio doen we met microfoons. Dus het geluid wat jij hoort op dit moment is ook het geluid wat echt uit de piano komt. Dus zou jij hem zelf in je woonkamer zetten, dan hoor jij ook dit. Dus we hebben eerlijk geluid. Kun je zelf eerlijk beslissen of je dat mooi vindt, ja of nee. We hebben net al een stukje gehoord. Ik hou persoonlijk best wel van de Yamaha klank. Het is lekker punctueel, het is lekker scherp, het is lekker direct. Speelkwaliteit, wat is jouw ervaring met deze piano? Ik moet zeggen dat het me zeker niet tegenvalt, Thijs. Dus nee, ja, het is natuurlijk echt een instapmodelletje. En zeker als je ook iets goeds wil voor weinig geld, zeg maar, dan is het zeker een aan te bevelen modelletje. En je kan ook op die manier kennis maken met de klankwereld van Yamaha. Ja, en zeker. Wellicht op termijn weer weer overstappen op een echte Yamaha, moet ik zo zeggen. Ja, precies. Ja, want het is inderdaad wel, het is een instappiano. Ja. Zeker voor als je bekijkt wat het budget van dit ding is, is het nog steeds belachelijk wat hij eigenlijk kan. We hadden het er net al een beetje over. De piano die je dan koopt, dat is dan deze piano. Wij hebben hem op dit moment op een Z-statief staan voor extra stabiliteit. Je kan ook zeggen, ik wil er een kruisstatief bij, want dat past bij mijn budget. Je kan ook zeggen, ik zet het hele meubel, dus de bijbehorende poten zet ik eronder. Maar wat we net al over hadden en wat we heel vaak zien, is dat de eerste accessoire, of de eerste vervanging die we doen, is het sustainpedaal. Hij komt met een sustainpedaal, maar een iets betere zou wel fijn zijn. Geef niet, die kennen we gewoon als accessoire erbij kopen natuurlijk. Pluggen we gewoon in, heb je je eerste upgrade. Of nadat je die net voorbij vader Jacob bent, dan zeg je, joh, ik ga nu het systeempedaal echt nodig hebben. Precies. We gaan hem vervangen. Nee, zeker bij het gebruik van het pedaal is natuurlijk, als je in de pianostudie zit, naarmate je verder wordt het natuurlijk steeds belangrijker van hoe dat gebeurt, zeg maar. En juist die feeling die krijg je inderdaad op een lepelpedaal veel beter. Dus dat is gewoon een noodzakelijk moment dat je een tijdje bezig bent met piano spelen. Maar aan het begin van het piano spelen kan je het zeker hier mee doen. Precies, ja. Zeker. Meer dan genoeg volume voor op de slaapkamer of in de woonkamer. Koptelefoon die we erop aan kunnen sluiten, extra USB. En extra klank die erop zit. En die kunnen we misschien eventjes laten horen, want dat is natuurlijk altijd leuk. We hebben twee piano's volgens mij. Klopt. Ja. Iets helderder. Ook makkelijk te bedienen, Mark doet het nu, is gewoon functie en dan de toets waar dat instrument toevallig bij geschreven staat. De elektrische piano en nog een versie daarvan. Als je altijd al organist hebt willen worden, dan kan dat ook. En natuurlijk de strijkers, hè? Ja. Nog wat extra gimmicks met de klaversymbool. En de vibrafoon. Voor je
dagelijkse portie slagwerk. Heerlijk, ja, ja, ja. Ja, dat is ook het fijne, want de samples, ook, het zijn kleine speakertjes. Dus de samples klinken gewoon heel erg netjes. Klinkt als een echte strijkers of een orgel. En het leent zich ook weer gelijk natuurlijk heel mooi naar degene die, of misschien niet altijd klassiek, maar een stukje pop inderdaad. Of een orgel, of een, iets met strijkers wil gaan spelen. Ja. Niet per se die pianoklank of die klassieke klank, maar eens een keertje wat anders in de popmuziek. Hele fijne piano. Wij gaan zo meteen nog even een lekker stukje doorspelen. Wil je nou nog meer informatie over de P45? Kijk vooral op onze website, ook voor de actuele prijzen. Wil je op de hoogte blijven van de demofilmpjes en andere leuke filmpjes die we doen? Like ons op Facebook, volg ons op Instagram en heel belangrijk, abonneer even op ons YouTube kanaal. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer.